We hebben een heel belangrijk doel als Credits zijn. Hè. We willen ondernemersdromen mogelijk maken. Dus het is ook belangrijk als content marketeer dat je niet alleen vakinhoudelijk gedreven bent en passie hebt voor storytelling in welke vorm dan ook, maar dat je er ook achter staat en dat je goed met argumentatie kan beantwoorden of verwoorden waarom je iets wel of niet moet doen. Het is belangrijk dat je content kunt maken voor de verschillende doelgroepen. Maar bij Credits ben je als content marketeer niet alleen een creatieve storyteller, maar ben je tegelijkertijd ook een online strateeg, want de verschillende content die je maakt ga je ook op de verschillende manieren testen, waardoor we eigenlijk de beste content aan kunnen bieden voor de verschillende doelgroepen. Dus je maakt de content, maar je test de content ook. Dat je gewoon goed luistert naar je stakeholders, of die nou extern zijn of intern, dat je ze aanhoort, dat je ze begrijpt en dat je het er mee eens kan zijn, maar ook als je het er niet mee eens bent, dat je gewoon vanuit argumentatie, vanuit begrip, empathisch vermogen blijft staan voor wie jij bent en je vakgebied. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Ja, de content marketeer moet niet alleen denken aan het schrijven van teksten, maar ook echt zelf met initiatieven komen. Dus zelf het werk zien liggen. Als ik bijvoorbeeld als online marketeer met een bepaald project bezig ben en de content marketeer die wordt daarvan op de hoogte gebracht, dan moet de content marketeer zelf al denken van hé, ik kan Rosanne daarmee helpen, ik kan Rosanne daarmee helpen. Een content marketeer kan mij helpen om de website te optimaliseren door het schrijven van blogs. Nou, ik ben de manager marketing en communicatie binnen Credits. En mijn doel, nou, ik heb meerdere doelen. Het belangrijkste doel is natuurlijk dat ik Credits zo bekend mogelijk maak. Samen met het team zo bekend mogelijk maak onder alle ondernemers in Nederland. En dat ze ons niet alleen kennen, maar ook dat ze ons heel erg leuk vinden en daardoor overwegen op het moment dat ze een bedrijf willen starten. En dat ze naar onze website gaan om bijvoorbeeld een ondernemingsplan schabloon te downloaden. Of als ze een krediet nodig hebben, dat ze daarvoor bij ons terecht kunnen. Dus wij willen onze naamsbekendheid veel groter maken en ook onze likability. En dat doen we dus door ons bijzondere verhaal gestalte te geven. En dus dat is een heel belangrijk doel voor mezelf en mijn team. En daarnaast vind ik het belangrijk dat wij als team ook intern goed kunnen samenwerken. Dus dat wij met alle verschillende afdelingen, want we doen het uiteindelijk met z'n allen, dat we goed met elkaar kunnen overleggen, dat we multidisciplinair samenwerken in projecten en dat we zodoende ook mooie resultaten kunnen behalen. En binnen het team zijn wij continu op zoek om naar onszelf nog beter te maken, te professionaliseren. Dat iedereen in zijn eigen kracht komt te staan. Dat we ook goed samen kunnen werken. Dus dat betekent ook dat we goed met elkaar kunnen overleggen, afstemmen. Want ja, we doen allemaal kleine puzzelstukjes, dus dat moet uiteindelijk bij elkaar komen. Dus alleen op een eilandje werken vind ik een no-go binnen het team. Dus ja, ik zoek altijd mensen die passie hebben voor hun werk, die het leuk vinden om samen te werken, resultaten te boeken, ook kritisch durven te zijn en natuurlijk ook heel veel plezier willen hebben. We vinden het heel belangrijk dat de content marketeer juist met ideeën komt, want een belangrijk aspect van de content marketeer is dat deze marketeer heel erg creatief is. Dus daarom vinden wij het alleen maar goed dat de content marketeer zelf met leuke ideeën komt. En dat kan of op social media zijn, maar dat kan ook in nieuwsbrieven zijn, dat kan op de website zijn. Tenminste, ik zou het alleen maar fijn vinden dat wij een collega krijgen die tegen mij zegt van hey Rosanne, heb je hier en hier al aan gedacht op de website? Want meer mensen zien altijd meer dan één. Nou, wat ons bijzonder maakt is dat iedereen de missie van Credits zo voelt en doorleeft. Iedereen is hier komen werken omdat hij graag een steentje bij wil dragen om ondernemerschap toegankelijk te maken in Nederland voor het klein en middenbedrijf. Ja, de content marketeer is een superbelangrijke schakel binnen ons team. We hebben natuurlijk verschillende specialisten binnen ons team die eigenlijk allemaal heel erg hun eigen werk doen. Maar de content marketeer is juist de persoon die elke specialist afzonderlijk helpt en daardoor ook precies weet wat elke specialist doet. En we zouden het heel fijn vinden als de content marketeer ook echt zorgt dat de verschillende specialisten meer met elkaar samen gaan werken. En dat de content marketeer ook echt ziet van hé, die specialist is daarmee aan het werk en die specialist is daarmee aan het werk. Maar dat zou ook prima samengevoegd kunnen worden om tot een nog mooier resultaat te komen. Draai er niet te veel overheen en hou niet altijd te veel rekening met alles en iedereen. Maar zeg gewoon heel duidelijk, hier sta ik voor, dit kom ik brengen, dit heb ik van jou nodig. Hoe kunnen we dat vervolgens samen aanpakken? Een beetje die less is more filosofie ook. Nou, je zit in een hele jonge organisatie die nog heel mooi aan het ontdekken is. Die een hele krachtige zaad heeft geplant en die nog steeds groeiende is. En dus nog steeds aan het ontdekken is
Hoe ze zichzelf nog beter op de markt kan positioneren, hoe ze haar producten nog beter kan vermarkten. Niet alleen in het marketingcommunicatieteam, maar dat we als gehele organisatie zijn, nog steeds een hele lerende organisatie. Dus alles, niks is in beton gegoten en dat maakt het denk ik ook leuk, of vind ik het heel leuk om hier te werken. Omdat er nog heel veel te ontdekken valt. Er nog heel veel mogelijkheden zijn om in je rol te groeien als content marketeer, maar ook om bij te dragen aan die lerende en groeiende fase waarin Credits zit. Ja, kom bij ons werken. Maak gewoon Nederland nog een stukje ondernemerder. Als je daar je hart van gaat kloppen, dan zit je bij ons gewoon echt aan het juiste adres. Als je geraakt bent door onze missie, dat is denk ik als eerste al het allerbelangrijkste. Als je voelt wat deze organisatie teweeg brengt in Nederland, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld de Cariben. Als je dat al zo aanspreekt, dan hoef je eigenlijk al niet meer te twijfelen. Maar als je dan ook nog eens een keer die content marketeer bent, die heel graag verhalen wil vertellen in allerlei verschijningsvormen en die dat graag doet vanuit zijn eigen gedrevenheid, zijn eigen professionaliteit en die het dan ook nog leuk vindt om samen te werken, nou dan zou ik gewoon zeggen, app me.